Hey, Tineke, heb je die app nou gekeken die we, over die dokter? Ja, die heb ik gekeken, maar ik vind hem toch wel een beetje te moeilijk voor. Wat vind je dan moeilijk te ranken? Dat zou ik zeggen. Nou, deze. Wat staat er dan? Ja, dat zie ik. Dance take of zoiets. Nou, zie je, dat is al heel moeilijk. Ja? Kan je hem niet goed kiezen? Nee. Wat het is. Ik heb het liever in Jeppe Janneke taal, ja. In onze taal. Of plaatjes zou dat ook helpen? Plaatjes, dat helpt. Weet je wat er staat? Er staat insectensteek. Oh. Je kan hem niet echt zelf gebruiken, geloof ik, hè? Nee. Als het wat makkelijker was, zou je hem dan misschien wel... Ja, gebruiken? Zeker. Dan kan ik hem in dokter zien later dat het ook op een andere manier kan. Ja. Dat doe ik met mijn dokter al nu ook. Wat dan? Als ik tegen mijn dokter zeg van, goh dokter, ik heb zo last van mijn schouder. Nou, hij begrijpt me nu, hè, sinds kort. Ja. Sinds dit jaar en afgelopen jaar. En toen kom ik daar, oh, dan zei hij tegen mij, oh Tineke, er zit een ontsteking in je arm. In plaats van slijmvliesbeursontsteking. Heel goed. Dus dat doet hij niet. Hij zegt nu tegen mij, Tineke, je hebt een ontsteking aan je armen. Ik geef je een pilletje voor, dat remt af, de ontsteking. Ja. Nou, en dat is... Dat is... Ja, en dan snap je het goed. Dat snap ik. En zo moet die app ook in. Zo moet die app ook. Nou, dus dat gaan we indienen. Ik heb met hun gebeld. De gemeente Smalingland, want daar zitten we nu. Die is enthousiast. De huisarts is enthousiast. De apotheek is enthousiast. Dus we hebben ook niet alleen ons, zeg maar. Hè, maar we hebben heel veel mensen eromheen. Mensen die ook te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We hebben een lekkere... vette groep met mensen. Zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Ze horen ons leren te begrijpen. Ja. Nou, en als we die allemaal buiken pakken en een paar slimme mensen, want het is allemaal ingewikkeld met die app, dan maken wij er iets moois van. Dat is het plan. Kijk. Goed deal? Ja, goed deal. Oké, okay. Doen we zo.